Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de voorzitter van de commissie, mevrouw de minister, meneer de vicepresident, cher Michel, geachte collega's. De Brexit blijft een historische gebeurtenis, hopelijk zonder enige navolging, die ik nog steeds diep blijf betreuren. Het is een verhaal met enkel verliezers. En bijna 5 jaar na het referendum en na een moeizaam proces van onderhandelingen, op een schitterende manier geleid door Michel Barnier, komt er met voorliggend akkoord een einde aan de grote rechtsonzekerheid voor onze burgers, voor onze bedrijven, voor onze welvaart ook. Een no-deal scenario wordt gelukkig vermeden op die manier. We hebben in dit akkoord afspraken gemaakt die de basis vormen voor onze toekomstige relatie en die dus ook moeten nagekomen worden. Pacta sunt servanda. Maar daarmee, collega's, is het werk nog niet gedaan. De conflicten van de voorbije weken bewijzen dat deze deal not a done deal is. In het belang van burgers en bedrijven aan weerszijden van het kanaal moeten we blijven streven naar pragmatische oplossingen die de integriteit van onze eengemaakte Europese markt bewaren, maar die ook het Goede Vrijdagakkoord beschermen, behouden en die werk maken van een toekomstige goede relatie, een goed partnerschap met onze Britse vrienden. Op korte termijn moedig ik de Europese Commissie en de Britse regering aan om nu samen snel werk te maken van de overeengekomen douanecontroles en die controles in Noord-Ierland ook zo efficiënt mogelijk te handhaven. En ik ben tevreden, mevrouw de voorzitter, met het engagement dat u ter zake zo pas hebt uitgesproken. Niet alleen kan een vlottere douaneafhandeling, maar ook hopelijk afspraken over fytosanitaire controles mee de lont uit het Noord-Ierse kruidvat halen en de situatie deescaleren, maar ook het algemeen goederenvervoer is erbij gebaat. En met het oog op dat laatste raad ik de commissie aan om volgende aanbevelingen over te nemen. Ten eerste een meer doorgedreven digitalisering van de douanecontroles met gedeelde data. Gebruik maken ten tweede van een systeem van Trusted Economic Operators, waardoor bedrijven die veel exporteren, die voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen, slechts steekproefsgewijze met controle te maken krijgen. Voorafgaande inklaring, pre-clearance, zodat we green lanes kunnen creëren. En tot slot de best mogelijke tools ter ondersteuning van onze KMO's. Maar collega's, het vertrek van onze Britse vrienden is niet louter een economisch verlies. Onder het motto beter een goede buur dan een verre vriend is het in ons beider belang om de samenwerking verder te zetten en zelfs te versterken. Inderdaad, Michel Barnier, er is meer dat ons bindt dan wat ons verdeelt. En dat niet het minst in domeinen als veiligheid, migratie, grensbeheer, transport, onderzoek en ontwikkeling, buitenlands beleid, de Noordzee, onderwijs. Laat ons ook samenwerken met deze devolved nations die vragende partij zijn om uitvoering te blijven geven aan Erasmus+. Laat ons ook lessen trekken uit deze exit, collega's. Ik verzet mij tegen elke vorm van gigantisme. Meer Europa is niet altijd de oplossing voor elk probleem. Wel het streven naar een betere Europese Unie. De EU moet een uniek sterk samenwerkingsverband blijven tussen lid- en deelstaten die hun identiteit bewaren. Die beslissen wat ze wel, wat ze niet samen doen. De EU mag nooit uitgroeien tot een superstaat boven de hoofden van de Europese volkeren. Dit staat haaks op de basisbeginselen van subsidiariteit en eenheid in verscheidenheid. Ons motto moet zijn samenwerken als dat meerwaarde oplevert. Kijken naar gedeelde uitdagingen van de lidstaten, gebaseerd op schaalvoordelen, gebaseerd op toegevoegde waarde, door in te zetten op verdieping van de interne markt, meer handelsverdragen, meer onderzoek en ontwikkeling en betere bescherming van onze grenzen.
Collega's, laat ons nu naar de toekomst kijken, maar niet zonder eerst een groot woord van dank uit te spreken aan David McAllister, aan de rapporteurs, aan vicepresident Šefčovič voor zijn aanpak en goede dialoog met het parlement, maar vooral aan Michel Barnier, die op een onnavolgbare manier uitvoering gegeven heeft aan een aards moeilijke opdracht. Collega's, wat ons betreft, ECR zal zijn goedkeuring geven, zal zijn consent geven en zal ook de bijgaande resolutie mee goedkeuren. Dank u. Grazie, onorevole Bourgeois. President Schirdelen.